Het kan hem niet snel genoeg gaan. En van een plas of boomwortel schrikt hij ook niet. De 15-jarige Laszlo is helemaal in zijn element. Nick! Leuk! En doen ze het, rennen ze hard genoeg? Nick! Ja. Heel goed, Nick. Snel? Ja. Lekker snel? Ja. Moeten ze nog sneller? Ja. Dus moeten vrijwilligers Gijs en Dennis aan de bak. De bekassine werd bedacht door een Belgisch gezin dat met hun gehandicapte kind de bossen in wilde. Vier van die rolstoelen worden nu getest bij Bio Vakantieoord. Een plek in Arnhem waar gehandicapte kinderen vakantie kunnen vieren. Het is gewoon zo leuk om eigenlijk mensen die het niet altijd zo gemakkelijk hebben, gewoon zoveel plezier mee te geven. En eigenlijk samen met ze gewoon leuke dingen te doen, waardoor zij dus weer wat eigen kracht krijgen om toch weer wat gemotiveerd het leven in te gaan. En gewoon echt gewoon hun eigen dingen kunnen doen. Gewoon eigenlijk een stukje motivatie om toch weer leuk te hebben in het leven. Maar er valt ook wat te winnen. Zaterdag vindt hier een groot hardloopevenement plaats. En wordt er voor het eerst geraced met bekassines. En dan gaan we natuurlijk zo hard mogelijk. Puur voor de kinderen dat ze plezier hebben. En dat wij een prijs gaan ophalen natuurlijk. En vooral dat zij de ervaring meekrijgen van hoe het is om mee te gaan in een hardloopwedstrijd. En gewoon keihard gaan. Zijn jullie net zo fanatiek als Laszlo? Ja, zeker. Wij willen wel winnen, hè? Ja. Dus hop, daar gaan ze weer. En als het aan Laszlo ligt, mag de training nog wel even duren.